Nou ja, ja, we dat moeten is deze moeilijk uitzending te zeggen, onderbreken maar wat we voor zien. extra belangrijk nieuws. Blijf kijken. Goedemiddag, u kijkt naar een extra uitzending van het RTL Nieuws. Peter R. de Vries is overleden. Dat hebben zijn familie en partner zojuist bekendgemaakt. Vorige week dinsdag werd de Vries neergeschoten in het centrum van Amsterdam na afloop van een uitzending van RTL Boulevard. Hij werd zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis waar hij vocht voor zijn leven. We gaan naar verslaggever Hans Schutte op de redactie. Hans, wat weten we? Ja, er is een verklaring uitgekomen van de familie en partner van Peter R. de Vries en zij laten het volgende weten. Peter heeft geknokt tot het einde, maar heeft de strijd niet kunnen winnen. Hij is omringd door de mensen die hem lief hebben overleden. Peter heeft geleefd naar zijn overtuiging. On bended knee is no way to be free. We zijn onnoemelijk trots op hem en tegelijkertijd ontroostbaar. Nou, tot zover de verklaring van de familie. En daar kan ik nog aan toevoegen dat familie, partner en naaste van Peter R. de Vries zijn overlijden in alle rust willen verwerken. Iedereen wordt met klem gevraagd om dat te respecteren. En verdere informatie over hoe het afscheid van Peter zal verlopen en wat daarbij de wensen van de familie en zijn partner zijn, volgt wanneer hierover is besloten. Tot zover. Oké. Zijn er verder al reacties binnengekomen? Een officiële reactie van RTL Nederland en van Fremantle Nederland, dat is het productiebedrijf van onder meer RTL Boulevard. En die verklaring luidt: dit is een onbeschrijfelijk groot verlies. Onze gedachten gaan in de eerste plaats uit naar Peters familie, zijn partner en al zijn dierbaren. En naar iedereen die is geraakt door zijn moed, menselijkheid en vastberaden strijd voor het recht. Peters invloed blijft sterker dan welke daad van haat ook. Hij was nog lang niet klaar en we kunnen hem niet missen. We zullen vrijuit blijven spreken over misstanden en onrecht in de samenleving, zoals hij zijn hele leven heeft gedaan. Peter is voor altijd in ons hart. Aldus RTL Nederland en Fremantle Nederland. Hans, we komen zo bij je terug. Goedemiddag, dit is een extra uitzending van het NOS-journaal. Zojuist is bekend geworden dat Peter R. de Vries is overleden. Dat meldt RTL Nieuws op basis van berichten van zijn familie. We zijn onnoemelijk trots op hem en tegelijkertijd ontroostbaar. Dat laten zijn nabestaanden weten in een gezamenlijke verklaring. De misdaadjournalist lag in het ziekenhuis sinds hij op 6 juli in Amsterdam werd neergeschoten. Dat gebeurde bij het verlaten van de studio van RTL Boulevard, waar hij die avond te gast was geweest. De Vries was 64 jaar. Hij was onbetwist de bekendste misdaadverslaggever van Nederland, Peter Rudolf de Vries, oftewel Peter R. In de jaren 80 maakte hij naam als misdaadverslaggever bij de Telegraaf met zijn primeurs over de Heineken-ontvoering. Later kwam het eigen tv-programma. En vanavond voor de 36e keer aandacht besteed aan de Puttense moordzaak, die vanmiddag eindelijk de doorbraak kreeg waar we al die jaren voor gepleit hebben. De Vries ging door waar andere journalisten afhaken. Hij nam het op voor de slachtoffers en de nabestaanden. De ouders hebben recht op duidelijkheid. Hoe erg, hoe confronterend deze ook is. De Vries zorgde ervoor dat cold cases niet vergeten werden. Bijvoorbeeld als vertrouwenspersoon en woordvoerder van de nabestaanden van Nicky Verstappen. Wat uiteindelijk leidde tot de aanhouding van Jos B. De familie is bereid om een korte toelichting te geven op het vonnis van de rechtbank van vanmiddag. Hé, daar hebben we hem. Hey, kerel, na al die jaren. Waar zie ik je een keer? Hè? Laffe hond. En de vallokken van je maffiavriendjes. Laffe hond. De Vries had het ook regelmatig aan de stok met de mensen over wie hij publiceerde. Zoals hier in 2007 met Steve Brown. Ook was hij betrokken bij het megaproces tegen Willem Holleder. Hij bracht in 2013 Holleders zussen Astrid en Sonja in het diepste geheim in contact met justitie, omdat ze een belastende verklaring tegen hun broer wilden afleggen. Het afgelopen jaar manifesteerde de Vries zich als vertrouwenspersoon van kroongetuige Nabil B. in het Marengo-proces tegen de groep rond Ridouan Taghi. Hoe gevaarlijk dat ook was, de Vries wilde daar niet voor buigen.
dan zou ik niet meer in de spiegel kunnen kijken. Dan zou ik denken van, dan verspeel ik mijn recht van spreken. Dan kan ik niet meer ergens in een programma zitten en de politie en justitie de maat nemen. Als ik zelf wegduik, omdat het misschien een beetje te gevaarlijk wordt. Goedemiddag, dit is een extra uitzending van Hart van Nederland vanwege het overlijden van Peter R. de Vries. De misdaadverslaggever is op 64-jarige leeftijd overleden, heeft zijn familie vanmiddag bekendgemaakt. Op de journalist werd vorige week dinsdag een aanslag gepleegd. Hij was te gast bij het televisieprogramma RTL Boulevard. En toen hij daarna naar huis wilde gaan, werd hij neergeschoten. Now some breaking news to bring you from the Netherlands. Sad news in fact. The Dutch crime reporter Peter R. de Vries has passed away. He has died. It was after being shot in Amsterdam last week. The 64-year-old journalist was very well known for investigating drugs lords and gangsters. He was shot minutes after leaving a television studio just last Tuesday where he'd appeared on a chat show. Three men were arrested after the shooting. Mr. R. de Vries was taken to hospital where we can now confirm he has sadly passed away. His relatives released a statement saying that Peter fought to the end but was unable to win the battle. He is surrounded by the people who love him. Peter has lived by his conviction, they add, on bended knee is no way to be free. They say that they are proud of him and at the same time unconsolable. So the very sad news that the Dutch crime reporter has passed away after being shot last week. Well, prominent Dutch crime reporter Peter R. de Vries has died after being shot in what his family says was a targeted attack earlier this month. He was 64 years old. Local media reports de Vries was shot 5 times and was hit in the head as he was walking on the streets in Amsterdam. 3 men were arrested in connection with the attack, but one has since been released. De Vries was known for his work exposing mobsters and drug lords and has helped police solve a number of high-profile cases. Esta mañana ha muerto el periodista neerlandés Peter de Vries, que fue tiroteado la semana pasada en el centro de Ámsterdam a la salida de unos estudios de televisión. Ha estado 8 días en el hospital. Recibió 5 disparos, uno de ellos en la cabeza. De Vries era un prestigioso periodista que investigaba el crimen organizado en los Países Bajos. Hay 2 sospechosos detenidos por el atentado. Misdaadverslaggever, journalist, steun en toeverlaat voor nabestaanden. Maar bovenal familieman en onze waardevolle collega Peter R. de Vries is vandaag op 64-jarige leeftijd overleden. Gelukkig is mijn lijfspreuk, zonder strijd geen overwinning. Ik probeer de beste te zijn en daar moet je alles voor doen. Nicky Verstappen. Ik heb 2 weken geleden beloofd dat we er alles aan zullen doen om deze kindermoord opgelost te krijgen. Toen zei hij, Peter, we hebben hem. Ja, dat is natuurlijk geweldig dan, hè? Daar zit je op te wachten. We skip the life and then go. Dat was een moment, ja, dat het over mijn hele lijf kippenvel had. I was feeling kind of seasick. Breng Tanja Groen thuis. Nu. International Emmy goes to Peter R. de Vries. Hey, goedenavond vrienden. Oh, je hebt het! Het mogen duidelijk zijn, dit is een uitzending waarvan wij hoopten dat we hem echt nooit zouden hoeven maken.
Ik heb vandaag, voordat we hier in de studio aanwezig waren, even wat dingen op papier gezet. Ook maar om gewoon te zorgen dat ik niet tekort ga schieten. Of niet de juiste woorden kan vinden voor de persoon Peter. En ik vind het gewoon ontzettend verdrietig. Het is een dierbare collega, maar bovenal is er gewoon een geliefde van iemand. Een vader van twee kinderen, een opa, is niet meer. En het is iemand die wij kennen als een man die zijn beste beentje voorzet. Voor de goede zaak, voor andere mensen opkomt. En die is er nu niet meer. En dat, dat vind ik ontzettend verdrietig. Ik ben wel heel erg blij dat wij hier niet alleen zitten, maar dat jullie ook naar de studio zijn gekomen om herinneringen aan hem op te halen. En zo'n mooie mogelijke uitzending te maken over Peter en voor Peter en voor zijn familie. Want even, los van zijn goede werk, denk ik gewoon aan hem als Peter, zoals hij bij ons in de studio. Ik denk de hele dag aan zijn kinderen. Wij zijn ook dertigers, ongeveer net zo oud als zijn kinderen, iets ouder. En het is zo'n bizar, surrealistisch idee dat hij er niet meer is. En dat hij is neergeschoten. En we hebben de hele week, we hebben het er al over gehad. We hebben die vorige. Het was al bizar en nu is het helemaal. Het is ongelooflijk gewoon. En het is. Ik ben eigenlijk al de hele dag sprakeloos. Ik bedoel, we zaten net ook van. Ja, wat moet je dan zeggen? Ja, ik weet het gewoon niet. Het is zo'n ontreddering. Ja. En dan denk ik toch de hele tijd, dan is er bij ons ontreddering. Maar wat moet die ontreddering wel niet zijn bij zijn familie en bij zijn vrienden en bij zijn kinderen? Het is echt verschrikkelijk. Ja. En bij ons op de redactie vandaag heerst datzelfde gevoel. We kwamen hier aan om een uur of wat is het, 2:30. Mensen zijn ontzettend verdrietig. Er wordt heel veel gehuild. En meestal is er, vind ik, in zo'n moment dat er verdriet is, ook nog wel een moment van lucht. Of dat je nog een beetje met elkaar kan lachen. Maar om een beetje te relativeren. Maar dat was er vandaag gewoon echt niet. Dat is gewoon. Het is echt als een enorme mokerslag aangekomen. Die mokerslag die had, denk ik, Nederland al wel gehad. En nu ook. Ik krijg ook van heel veel mensen van redacties, van mensen die. Bij iedereen komt dit zo ontzettend hard aan. Ja. En dat is echt. Het is echt verschrikkelijk. Nou, je zegt goed ook dat het natuurlijk iemand is voor ons. Niet eens een generatiegenoot. Hè? Voor mij persoonlijk ook iemand tegen wie ik wel opkijk. Dus ik ben nogmaals blij dat er mensen zitten die ook hem al veel langer kennen. Die ontzettend lang met hem hebben samengewerkt. En ik denk dat we elkaar door deze avond heen kunnen helpen. Dus dank dat jullie hier zijn. We gaan een zo liefdevol mogelijke uitzending maken vanuit een studio waar we natuurlijk ook liever niet hadden willen zitten. Maar goed, de familie, laten we daar naartoe gaan. Want die hebben een reactie gegeven. Dat klopt. Het nieuws kwam met een statement van de familie. En dat luidt als volgt. Peter heeft geknokt tot het einde, maar heeft de strijd niet kunnen winnen. Hij is omringd door de mensen die hem lief hebben overleden. Peter heeft geleefd naar zijn overtuiging. On bended knee is no way to be free. We zijn onnoemelijk trots op hem en tegelijkertijd ontroostbaar. De familie en partner. Dit is Avro Tros met 1 Vandaag. Goedenavond. 9 dagen na de aanslag op zijn leven is Peter R. de Vries vandaag overleden. De 64-jarige onderzoeksjournalist en misdaadverslaggever speelde onder meer een belangrijke rol in de oplossing van de Puttense moordzaak en de zaak Nicky Verstappen. En hij was de vertrouwenspersoon van de kroongetuige Nabil B. in het Marengo-proces. Naar Remco Teulings. Ja, Remco, ruim een week geleden toen hij neergeschoten werd. Er was nog hoop, voorzichtig, dat hij het misschien toch zou overleven. Ja, zolang natuurlijk geen slecht bericht kwam uit het ziekenhuis, bleef er natuurlijk hoop. Maar de kogels die op 6 juli op hem zijn afgevuurd, zijn hem uiteindelijk toch fataal geworden. Nou, precies een jaar geleden sprak onze collega Mark Bellefante nog met de Vries, onder andere over de gevaren in zijn vak. Ik sta in de arena. Ik ben iemand die onder druk staat, die wordt aangevallen, die zelf moet aanvallen. En dat zijn eigenlijk rollen waar je niet van geniet. Daar moet je alleen maar heel scherp en geconcentreerd voor zijn. Goedendag, je kijkt naar Wij Zijn Noord-Holland. Dit is de Bloemenzee op de Lange Leidse Dwarsstraat in Amsterdam. De plek waar vorige week dinsdag Peter R. de Vries werd neergeschoten. En waar iedereen
bang voor was, is gebeurd. Vanmiddag rond 1:30 werd bekend dat Peter R. de Vries, de misdaadverslaggever, de journalist, aan zijn verwondingen is bezweken. Vorige week was ik hier ook en toen lagen hier 40, 50 bossen bloemen. Maar sinds bekend is dat hij is overleden, is er een niet aflatende stroom van mensen die hier kaartjes komen neerleggen, die hier bloemen neerkomen leggen, die hier kaarsjes voor hem branden. Die bloemenzee die groeit en die groeit. Peter R. de Vries is overleden. Dat heeft zijn familie vanmiddag bekendgemaakt. Veel kinderen zijn erg geschrokken door het nieuws. Het is gewoon een onschuldige man. Het is gewoon zo erg dat je gewoon niet kan beseffen wat er is gebeurd. Een verdrietige situatie, het is ook heel stil. Maar ik vind het wel mooi dat zoveel mensen hierheen komen voor Peter. Ja, zometeen meer over Peter R. de Vries. Verdrietig nieuws over Peter R. de Vries. Zijn familie heeft vanmiddag laten weten dat hij is overleden. Ze schreven het volgende bericht. Peter heeft geknokt tot het einde, maar heeft de strijd niet kunnen winnen. We zijn onnoemelijk trots op hem en tegelijkertijd ontroostbaar. De bekende misdaadjournalist lag sinds vorige week in het ziekenhuis nadat hij was neergeschoten in Amsterdam. Annabel staat op de plek waar de aanslag gebeurde. Annabel, hoe is de sfeer daar? Ja, Lucas, het is heel indrukwekkend om hier te zijn. Mensen komen hier naartoe, de hele dag wordt het steeds drukker eigenlijk. Je ziet mensen hier achter mij staan, maar ook verder in de straat staan mensen bij elkaar, even stil bij wat hier gebeurd is, bij het nieuws. Ze zijn allemaal heel erg verdrietig. De bloemenstapel achter mij wordt steeds een beetje groter. Ja, iedereen is heel erg geschrokken en ze zijn hier echt samen om het een beetje te verwerken, om respect te tonen. Er zijn hier ook kinderen naartoe gekomen vandaag. Die hebben het nieuws gehoord en die wilden zelf even komen kijken. Ik heb ze gesproken. Kijk maar even mee wat zij te zeggen hadden. Nederland is in rouw. Misdaadverslaggever Peter R. de Vries is overleden. De Vries werd vorige week neergeschoten op straat in Amsterdam. Hij vocht een week lang voor zijn leven in het ziekenhuis, maar hij heeft het dus niet gehaald. In heel Nederland wordt met verbijstering gereageerd op zijn dood. De Vries is misdaadverslaggever bij de Telegraaf wanneer criminele biermagnaat Freddy Heineken ontvoeren. Het is begin jaren 80. Hij bevriendt ontvoerder Willem Holleder en ontmaskert hem. Zijn reputatie is gemaakt. In zijn misdaadprogramma op de commerciële televisie zorgt hij voor een doorbraak in de ophefmakende moord op het Amerikaanse meisje Natalie Holloway. Met verborgen camera dwingt hij bekentenissen af van zijn landgenoot Joran van der Sloot. Met de moeder van het slachtoffer onderhoudt hij goede contacten. She was somehow relieved because, well, she was asking herself for almost 3 years now what happened to her daughter, and now she got the answers. De Vries bijt zich vast in zaken waar anderen afhaken. De moord op het jongetje Nicky Verstappen wordt opgelost dankzij een volhardende Peter R. de Vries. Ik smeek namens de familie dat een ieder die iets weet, die iets kan bijdragen aan de opsporing van deze man, zich meldt en spreekt. Vorige week wordt hij op straat in Amsterdam neergeschoten. Het is niet duidelijk of de aanslag verband houdt met de zogenaamde Mokro-maffia, een misdaadklan met Marokkaanse roots, waartegen de Vries de strijd heeft aangebonden. Twee mannen zijn aangehouden. Liever staande sterven dan op je knieën leven. Peter R. de Vries is tot het laatst zijn lijfspreuk trouw gebleven. De Nederlandse eerste minister Mark Rutte is diep geraakt door de dood van Peter R. de Vries, zegt hij. Zoals heel Nederland. De Vries was geen makkelijk man, maar hij stond voor gerechtigheid. En dat maakt zijn dood onverteerbaar, volgens Rutte. Bij Peter R. de Vries heb je te maken met iemand die we eigenlijk allemaal in onze huiskamer aan tafel hebben gehad, bij wijze van spreken. Omdat we hem kennen van de televisie, omdat hij als het ware onderdeel is geworden in die tientallen jaren dat hij actief is in ons leven. En in mijn leven, ja, ik ben opgegroeid met hem en de strijd die hij voert. Goedenavond.
goedenavond en welkom op deze trieste dag. De dag dat misdaadjournalist Peter R. de Vries is overleden nadat hij vorige week op straat werd neergeschoten. We wensen zijn familie, vrienden en de collega's van RTL heel veel sterkte met dit grote verlies. De Vries is 64 jaar geworden. Aus den Niederlanden erreicht uns die Nachricht, dass der Kriminalreporter Peter de Vries gestorben ist. Am 6. Juli war er nach dem Anschlag auf ihn schwer verletzt und mit einem Kopfschuss ins Krankenhaus gekommen. In Amsterdam sammeln sich wieder viele Menschen am Tatort. Die Ermittlungen laufen. Im Visier hat die Polizei die Drogenmafia. È morto dopo 10 giorni di agonia il giornalista olandese Peter de Vries, 64 anni, ferito alla testa da colpi di arma da fuoco il 6 luglio a pochi passi dalla redazione dell'emittente televisiva in cui lavorava nel centro di Amsterdam. De Vries si occupava di cronaca nera, era conosciuto per le inchieste sulla criminalità organizzata e stava indagando sul traffico di stupefacenti. Questa morte mi tocca profondamente, le parole del premier olandese Rutte. La polizia ha fermato due sospetti, unanime. Liever staande sterven dan op je knieën leven. Het levensmotto van Peter R. de Vries. Vanmiddag overleed Peter in het ziekenhuis, omringd door zijn dierbaren. Hij werd 64 jaar. Wij wensen zijn familie, zijn vrienden en collega's alle kracht en sterkte met dit vreselijke verlies.